Gianluca Nijholt, ik wil heel even met je teruggaan. 29 november 2009. Gregor van Dijk die blijft in de kleedkamer zitten en jij mag invallen. Welke wedstrijd heb ik het over? Utrecht-NAC. Wie nam de vrije trap in de rond de 70ste minuut? Ja, dat was ik, ja. Denk je dat deze commentator of interviewer toen scheldend in het uitvak zat? Dat denk ik wel, ja. Dat klopt niet, want ik zat in het thuisvak van Utrecht. Oh. Maar dat klopt wel een klein beetje. Maar je bent nu bij NAC beland. Wat is je indruk van NAC? Ja, tot nu toe bij dit soort wedstrijden zie je al veel publiek. En ja, dat is mooi. Als je zulke soort wedstrijdjes in de voorbereiding speelt, dan komt veel publiek op af. En dat, ja, dan zie je al dat NAC een grote club is. Hey, wat is nou de reden dat je uiteindelijk van VVV bent overgestapt naar NAC? Want VVV die doet het ook gewoon goed. Ja, nee. Vorig jaar denk ik prima seizoen gehad, tweede geworden. Net geen promotie gehad. Alleen, als je een club als NAC komt, veel groter. Supporters. Ik vind het een stap vooruit voor mezelf. Ja, dan zou je gek zijn als je het niet doet natuurlijk. Laten we zo zeggen, de supporters op onze website zijn ook blij met jou. Dus hey, die kan je in je zak steken. Maar wat zijn jouw ambities? Ben je echt gekomen om kampioen te worden naar de Eredivisie? Of heb je zoiets van, ik wil hier met een betere selectie gewoon gaan voetballen? Nee, het doel is waarvoor ik gekozen heb, is om voor promotie te gaan. En of dat nou kampioen is of via de na-competitie, dat maakt in principe niet zoveel uit. Natuurlijk wil je kampioen worden, maar ja, mocht het via de na-competitie gaan, dan hoor je mij ook niet klagen natuurlijk. Ik kan je vertellen dat kampioen worden een stuk relaxter is. Dat is zeker zo, dat is zeker zo. Alleen ja, we moeten even afwachten wat de andere ploeg gaat doen natuurlijk. En ons doel is zo lang mogelijk bovenin meedraaien en dan kijken hoe het gaat. Ja, je hebt het afgelopen seizoen waarschijnlijk NAC ook gevolgd, was een directe concurrent. Het was heel onrustig bij NAC, maar je hebt toch het besluit genomen om naar die club toe te gaan. Wat is uiteindelijk de factor geweest dat je zegt, naast dat het een grote club is, dat je denkt ik wil daar naartoe? Nou ja, wat ik net al zei, ik vond NAC gewoon een mooie club. NAC spreekt aan. Dat is, ja, je hebt een aantal clubs in Nederland voor jezelf. En ja, daar is bij mij NAC de een van. Ja, toen die kwamen, dan ja, hoefde ik niet lang na te denken. Dus de onrust heb je eigenlijk niet als factor meegenomen? Nee, dat hou je altijd. Kijk, bij VVV hadden we ook verloren van Telstar en verloren van Os. En dat is, ja, wel een kleinere club natuurlijk, maar dan is het ook onrustig. En ja, ik denk dat je dat overal wel hebt, denk ik. Maar ik weet zeker, als we hier drie keer achter elkaar winnen, dan staat iedereen op de bank. En ja, dat lijkt me fantastisch. Maar jij bent gekomen voor de basis, lijkt mij. Je bent een kwalitatief goede speler, zeker in het verleden al laten zien. Bij Utrecht, ja, net niet gehaald. Lang in de basis staan, maar net niet gehaald. Denk je dat je bij NAC eindelijk kan laten zien wat voor talent je eigenlijk in huis hebt? Ja, ik denk dat ik afgelopen seizoen een aardig seizoen heb gedraaid en ik wil dat ze nu verder doorpakken. En ja, als doel gesteld dat ik meer wil scoren, meer beslissend wil zijn, meer mijn stempel drukken. En ik denk, ik hoop dat het dit seizoen gaat gebeuren. Kijk, je staat bij mij bekend als vrije trappennemer, maar dat komt omdat je een vrije trap hebt gescoord vanmorgen. Mijn biertje is het veld opgegaan, maakt niet uit voor de rest. Ben jij hier ook de eerste vrije trappennemer, denk je? Ah, dat weet ik niet, dat moeten we zien. Ik denk dat ik een aardige trap heb, maar Jeff Stans heeft ook een hele goede trap. Dat zien we onderling naarmate we richting de competitie gaan. Maar ja, dat gaan we zien. Hey, je bent nu een weekje bij NAC. Je hebt nu voor het eerst een week getraind met de jongens. Wat denk je van de groep? Is het een leuke groep? Past het goed samen? Ja, veel jonge jongens. Ik denk een leuke groep is. Jonge jongens die veel willen leren, die openstaan voor tips. En ik denk dat het belangrijk is voor de toekomst. Dat we als groep het naar ons zin hebben. Met z'n allen keihard gaan werken. Naar één doel en dat is om te promoveren. Of dat nou met het kampioenschap is of via de na-competitie. Nogmaals, dat gaan we zien. Zijn er nog ego's in de kleedkamer of zijn die allemaal weg? Nee, ja, in de eerste week zover ik heb meegemaakt niet. Dus, of misschien zeggen ze dat wel over jou, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat zou ook kunnen, maar nee, dat denk ik niet. Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen hier? Is het echt om je te laten zien dat je echt een goede voetballer bent die je eigenlijk hoort te zijn? Of is dit gewoon, ik wil hier graag voetballen, een mooie club en kijk waar het uitkomt? Nee. Ik heb tijdens de bespreking met de club gezegd dat dit zeker niet mijn eindstation is. Ik kom hier naartoe om, wat ik net al zei. En ja, als,
als het gepaard gaat met goed voetbal en waardoor de club uiteindelijk mij zou kunnen verkopen, ja, dat zou mooi zijn. Maar ik kom hier niet als een gearriveerd iemand die denkt van nou, we gaan even 3 jaar voetballen en we zien het wel. Nee, dat is zeker niet de insteek. Dus met een beetje geluk zit ik over 4 jaar tijd zit ik met een Gianluca Nijholt shirtje van NAC de Champions League finale te kijken van Real Madrid. Je moet wel realistisch zijn. Bij zulke soort ploegen zal ik nooit komen te voetballen, maar ja... Wie weet bij een andere club. Maar laten we eerst maar lekker bij NAC gaan beginnen, want ik heb er veel zin in. Veel assist geven of veel doelpunten maken? Dat is de enige keuze die ik nu geef. Ja, dat is een goeie. Beide. Laten we dat beide houden. Zullen we 20-20 afspreken of 10-10? Dat is aardig wat, maar laten we eerst maar kijken of we de 10 halen. Top. Hey, succes. Dankjewel.